Welkom, ik zit hier met Jaap. Jaap is de verkoper van de Hoevenweg. En Jaap, kan je mij vertellen, waarom heb je dit huis ooit gekocht? Ja, waarom ooit gekocht? Ik had vroeger een assistente en die had een keer geen vervoer. En zij vroeg of ik haar kon komen ophalen. En dat was een vergelijkbaar huis als dit. En toen was ik zeer gecharmeerd van de indeling, de speelsheid. En toen dit huis te koop kwam, toen zijn mijn vrouw en ik Karin gaan kijken. Ja, en we vielen voor de speelsheid van de ruimtes, de hoogteverschillen, het hoge plafond. En het verwondert steeds. Er is steeds iets waarvan je denkt, oh, dat is er ook, hè? Nou, zo heeft het huis 2 badkamers, het heeft 5 slaapkamers. Het is een uniek huis, hè? Er staan er niet zo heel veel. Het, is, het zijn niet 2 hofjes, hè? Hofjes, waarvan dit dan het grootste hofje is met 11 huizen. Nou, en daarnaast gewoon het huis heeft heel veel privacy. Niemand kan je hier bijvoorbeeld in de achtertuin zien. Want we zitten hier volledig privé, hè? En als je dus via de voordeur of via de deur van de bijkeuken binnenkomt, ja, dan ben je weg van het hofje en dan leef je aan de achterkant. De huizen zijn qua geluid zeer goed geïsoleerd. Je hoort elkaar niet. En ik als muziekliefhebber vind dat helemaal erg fijn, want dan kan ik mijn muziek op een bepaald volume draaien zonder dat mensen er last van hebben. Maar het is een huis met dus ook heel veel privacy. En jullie slapen beneden, want dat is natuurlijk een voordeel van het hebben van een semi-bungalow, hè, wat het eigenlijk is. Ja. Dus eigenlijk ook levensloopbestendig. Het is levensloopbestendig. Je hebt beneden 2 slaapkamers, waar je overigens vrij makkelijk 1 hele grote slaapkamer zou kunnen maken. Met ook beneden een badkamer. Ja, en vroeger sliepen onze kinderen boven met hun eigen badkamer. Ja, en als dat pubers zijn, is dat wel net zo prettig. Hey, en wat ga je het meeste missen aan de woning? De privacy, die zou ik wel missen. Je hebt gewoon heel veel privacy. De carport, je kan makkelijk je spullen kwijt. Je kan bij wijze van spreken drijfnat aankomen, maar je trekt natte fietskleding uit. Je hangt het onder de carport, het wordt droog. En je stapt de bijkeuken in. Dat zou ik er wel allemaal missen. Jaap vertelde mij dat hij hier 18 jaar gewoond heeft. Jaap, hoe heb jij persoonlijke woongeluk hier ervaren? Het was ook het begin van mijn romance met Karin. Hè. Wij hebben toen vrij kort nadat we elkaar leerden kennen dit huis gekocht. En ja, Karin zegt wel eens, het is een uitschuifhuis. En je kan hier een verjaardag vieren, je kan hier logees ontvangen. Je kan hier niet alleen pubers, maar ook wat grotere kinderen huisvesten, van wie tijdelijk de kamerhuur was opgezegd. Je kan gewoon heel veel mensen bergen. En tegelijkertijd is het ook heerlijk leven met z'n tweeën. Omdat ook in dit huis ieder zijn ding kan doen zonder dat je last hebt van elkaar. En dat denk ik wel dat ik dat ga missen. En verder wat ik toekomstige bewoners zou meegeven is, maak het je eigen. Je kan nog heel veel doen in dit huis, zodat het bij jou past. Je kan er een open keuken van maken. Wij hebben een dichte keuken. Je kan de bijkeuken erbij betrekken. Je kan van de beneden slaapkamers kan je er 1 maken, maar dat zou je ook boven kunnen doen. Dus dat heeft heel veel mogelijkheden. Het balkon kan je nog dichtzetten? Het balkon kan je dichtzetten en dan heb je er een 6e slaapkamer bij. Ja. Als je dat prettig vindt. Dus je kan het nog heel goed naar je eigen wens invullen. Anderzijds, het is in zijn basis gewoon heel goed. We hebben er een paar jaar geleden een heel nieuw dak op laten zetten. Waarbij we de binnenkant van de woonkamer gehandhaafd hebben. Dus je hebt dat mooie balken plafond. Het is overal dubbel glas. We hebben spouwmuurisolatie. Dus in datgene wat wooncomfort geeft qua warmte en dergelijke is het optima forma. Nou, dan hoeven we eigenlijk alleen nog maar een andere kandidaat te vinden die hier net zo gelukkig gaat worden als jullie hier geweest. We hopen het. We hopen het echt. Ja. Kom langs. Dankjewel, ja. Graag gedaan.